Wolter, de laatste keer dat we elkaar spraken was bij een oranje trein. En ik hoorde jou nog zeggen, als ik op nummer 1 kom, dan ga ik een tour maken door Nederland. Ja, maar die trein die was niet meer voorradig. Ja, we hebben het gered, hè. Topzomer gehad. 3 weken op 1 gestaan met die plaat. Ja, het was waanzinnig. En dat was toch al een super jaar dit jaar. Dus dat, ja, als je dan 3 weken op 1 staat, dan ga je uit je dak. We gaan eerst in september met Gerard Joling in Spaarnwoude. Gaan we, ja, ik geloof voor iets van 30.000 mensen gaan we concert geven. En ja, allemaal hele leuke dingen. Het is weer het geval van Evers. Het was met de voetbal ook al zo. Edwin zei, je moet er een voetbalversie van maken. Nou, daar waren we klaar mee. En toen ineens belt hij op Kroes. Heb jij ook een Olympische versie per ongeluk? Nou, toen zijn we natuurlijk weer de pen ingedoken. En ja, die is ook weer klaar. Alleen, deze komt niet op single. Dat zeg ik bijvoorbeeld al. Je kan hem wel downloaden bij 538. Maar voor de rest, we gaan hem niet uitbrengen op single. En ja, het blijft een hit, Viva Hollandia. Er is ook een keerzijde aan Viva Hollandia, want je hebt er best wel gedonder ook mee gehad. Nou, weet je, het is, ik heb inmiddels heel veel partijen gesproken omtrent het gedonder. Tussen haakjes. We hebben het dus over de band Santa Rosa. En ja, zij, vooral die Willem, de zanger van Santa Rosa, die, ja, die wil daar ze gelijk in gaan halen. Nou ja, ik vind het prima, probeer het maar. Maar het klopt niet. Nogmaals, het klopt niet. Het is een cover uit het Duits vandaan. Ik ben alleen maar de zanger. Ik heb geen rechten van het liedje. En ja, hij denkt dat ik de rechten claim. En dat is dus gewoon niet waar. Hey, volgende hit wordt? Ik denk dat we een ballad gaan uitbrengen. Ik denk dat ik weer eens net als vroeger, de tijd van Laat Me Los, de seizoenen. Ik denk dat ik met een ballad ga komen dit jaar nog. Daar heb ik heel veel zin in. En wat het wordt? Verrassing.